Hoi hoi, ik sta hier vandaag in Antwerpen Centraal, het treinstation. Jullie zien hier de hoofdinkom van het treinstation voor ons. Maar de reden waarom dat we hier zijn is, met het zonlicht zien jullie het misschien iets minder goed, maar we nemen graag een kijkje naar het project Comic Station. Om even terug te blikken op Comic Station, het verleden, het heden. En de toekomst. De toekomst weten jullie mogelijk wel al. WOPSA heeft eind vorig jaar de beslissing gemaakt en bekendgemaakt dat ze Comic Station Antwerpen, het noodlijdende themapark, hebben overgenomen. Dus vandaar wil ik jullie graag even een kijkje laten nemen naar de stand van zaken. En even terug te blikken op hoe was het park Comic Station. We hebben het één keer bezocht. Comic Station was een themapark bestaande uit stripfiguren. Is opengegaan in 2017 en was een initiatief van drie oud-medewerkers van Studio 100. Zoals gezegd is april 2017 opengegaan. De kostprijs van het project was om en bij de 13 miljoen euro. De eyecatcher van het park was eigenlijk een toren met een aantal grote, hoge glijbanen. De hoogste glijbaan was iets van 22,5 meter hoog. En daarmee afficheerden zij als het hoogste, de hoogste en de langste indoor glijbaan ter wereld. Nu jullie zien, we zijn op weg naar het themapark. En jullie zien dus dat alle reclame hier in het treinstation nog hangt. Dus nagenoeg elke zuil is er reclame van een stripfiguur en die aangeeft van kijk, dit is de juiste weg om naar het park te gaan. Ook in het begin van het Centraal Station zijn er nog heel veel aanwijzingen naar Comic Station. Dus er is nog helemaal niets te zien van een mogelijk Plopsa park. Dus alle decoratie ook van Comic Station hangt hier ook nog steeds. Dus ja, 2017 open gegaan. We hebben het park ook vrijwel meteen bij opening bezocht. Er was potentieel, zeker en vast, maar er waren ook heel veel gebreken, werkpunten. Niet onlogisch voor een nieuw park, maar het waren er toch best veel. Om een idee te geven, bij het einde van ons bezoek hebben we onze feedback ook gegeven aan in de shop, omdat we in de shop nog moesten zijn. En toevallig was daar een van de drie initiatiefnemers, Jeroen Jespers. Die heeft dan ook geluisterd naar onze feedback. Nu, wat was onze feedback? Er waren, zoals gezegd, al best heel veel verbeterpunten om even te starten bij het begin. Dus je komt het park binnen. Nu, voor kinderen altijd leuk. Je hebt heel wat bekende figuren. De Smurfen, de Kiekeboes, Urbanus, Suskin en Wiske, Lucky Luke enzovoort. Het zou leuk zijn voor de kinderen dat een van die themafiguren staat op te wachten. Dat was niet het geval. Ik kreeg geen parkplattegrond bij het betreden. Binnenin waren er wel heel veel informatieborden waar dat er normaal door de plattegrond ook zou moeten opkomen. Die werkte niet. Dan in het park zelf waren er ook heel veel defecten. Er was zo bijvoorbeeld een laserparcours, bijvoorbeeld ook kennen van in Europa Park. Dat werkte niet, maar de ingang was wel open, dus je kon er gewoon doorlopen. Er waren bijvoorbeeld voelbakken waar de kinderen konden in voelen. Werkte niet. En de mensen dachten dat het echte vuilbakken waren, dus het lag al vol met vuil. Dan de glijbaan zelf, op zich wel leuk. Daarboven was er ook een afvalklok om te zien wie dat de snelste tijd had. Maar dan beneden kon je die tijd niet zien bijvoorbeeld. En zo verder. Dus er waren toch best veel verbeterpunten. We hebben dat toen ook samen besproken met Jeroen Jespers. Ik heb het mail gezet. Hij ging erop reageren. Hij had ook beloofd van kijk jongens, ik begrijp dat het park nog niet startklaar is. Ik ga reageren op jullie mail en jullie ook nog eens uitnodigen. Eens dat het park volledig op punt staat. Jammer genoeg nooit een reactie gehad op de mail, dus
ik verwacht geen nieuwe tickets, maar ja, als je belooft van we reageren op die mail, ja, dan verwacht je wel een reactie. Dus ja, ondertussen zien jullie het misschien wel achter mij zo aangekomen aan het themapark. Dus ik ga hier beginnen. Hier staat er bedankt voor jullie bezoek tot ziens. Toen wij gekomen zijn, was dit de ingang, dus is klaarblijkelijk nog veranderd. Maar jullie zien, ja, de alles in verband met Comic Station hangt hier nog, dus er zijn nog geen verwijzingen naar Plopsa, er is nog niks veranderd. Hier gaan jullie zien, dus dat alle decoratie een beetje op elkaar gestapeld is. Dat er vooral veel stof ligt, maar dat er voor de rest nog niet zo heel veel veranderd is. Als jullie goed door deze wand zien, dan zien jullie bijvoorbeeld hier voor ons de hoogste glijbaan. Nu de glijbaan, die gaan verdwijnen. Plopsa gaat eigenlijk, waar dat de glijbanen nu zijn, extra platformen maken, zodanig dat er op die extra platformen nieuwe attracties kunnen komen. Nu, de glijbaan was ook niet echt goed over nagedacht, dus kinderen gaan naar boven, nemen een glijbaan, een willekeurige glijbaan. Die kwamen dan beneden uit, als de ouders mee boven waren, waren de kinderen ineens beneden zoek. Dus dat was wel een minpunt. En klaarblijkelijk gebeuren er toch ook best veel ongelukken op die glijbanen. Dus die zijn vorige week geveild geweest. Ik weet niet wie dat de winnaar was. Er was bijvoorbeeld een firma van het Antwerpse. Wel geïnteresseerd om de glijbanen over te nemen, maar geen idee wie het uiteindelijk geworden is. Maar die glijbanen gaan dus weg. En Plopsa heeft ook al aangegeven dat er 6 mechanische attracties voor in de plaats komen. Even wachten, want ja, we zitten hier in het treinstation, dus hoor je soms ook aankondiging. 6 mechanische attracties, waarvan er eigenlijk al 2 gekend zijn via de concept art. En dat zijn Magic Bikes van Zamperla, zoals de vliegende fietsen van Megamindy in Plopsaland te pannen. En we hebben ook al gezien dat er een carousel komt. Dus hier zien jullie de burelen, waar er ook al enkele Plopsa-medewerkers zitten nu. En dan zien jullie hier links, waar we nu naartoe gaan stappen, was eigenlijk de voormalige shop / kassa. Het is geen idee hoe het park nu... Ja, de inkom gaan ze, waar we net gestaan hebben, gaat hier ergens de inkom komen, komt die aan de andere kant, geen idee. Maar hier hebben we dus de deur, dus ook vreemd, hè. Hier staat ook inkom met de linkerpijl waar we er net stonden, terwijl dat daar nu uitgang stond, dus werd aangepast, maar klaarblijkelijk niet op de bestikkering. Dus ja, hier rechts van ons was dan de shop. Alles is leeggehaald. We zien wel hier achter al wat kleren en ik zie truitjes van FC De Kampioenen, dus mogelijk gaan ze hier ook een attractie krijgen of een stand krijgen van FC De Kampioenen. Naar attracties toe, de meeste attracties zullen bewaard blijven, ook de themafiguren gaan nagenoeg allemaal behouden blijven, behalve de smurfen, die zullen verdwijnen. Dat was een ride waar je met een soort stokje, een soort kleine mini dar krijgt eigenlijk, met een stokje, een toverstafje. Die ride gaat blijven bestaan, maar de smurfen zullen verdwijnen, dus die gaan ze nog aanpassen. De rest van de figuren zullen allemaal behouden blijven, dus we staan hier eigenlijk aan wat dat toen wij hier waren, de uitgang was, dus moest je de roltrap nemen om dan zo de deur te nemen en terug naar buiten te gaan. Hier zien jullie ook een playhouse voor kinderen. Best groot, best leuk ook. Maar ook hier, als je kijkt, ligt overal een pak stof op, dus er gaat nog wel werk zijn. Voor ons zien jullie het restaurant. Het restaurant was eigenlijk op zich wel best lekker. De prijzen waren gewoon pretparkprijzen, ook drank was vrij duur. En dan voor ons, als
jullie door het zonlicht kunnen heen zien, maar daar zien jullie ook de glijbaan van de andere kant uit. Dus ja, het park ging normaal gezien openen op 4 april van dit jaar. Werd dan verschoven naar de zomer, werd verschoven naar eind van dit jaar. En ondertussen is de nieuwe openingsdatum eind volgend jaar. Plopsa had de bedoeling om hier fors in te investeren, maar stapsgewijs, nu klaarblijkelijk, is toch het plan om in één keer te gaan investeren. Dus er wordt gesproken over een 5 miljoen euro om bijvoorbeeld de glijbanen eruit te halen, om daar platformen te zetten en om 6 mechanische attracties te zetten. En de fouten die er in het verleden gemaakt zijn, en zoals gezegd, er waren toch best veel fouten, om die ook recht te zetten. Dus normaal gesproken, hopelijk gooit corona geen verder roet in het eten, normaal gesproken, volgend jaar, ongeveer deze tijd, zal het themapark openen. En we verwachten dan een beetje een indoor Hasselt. Ook naar leeftijden toe is dat denk ik wel het plan. Om nog even terug te komen, dus het was eigenlijk wel best een leuk park. De leukste attracties die hier stonden waren een funhouse, een vrij lang funhouse van Urbanus, ook best leuk gethematiseerd. Er was ook een indoor vrije valtoren, of vrije valtorentje, waar dat je dus als je naar boven ging ook een scherm te zien kreeg waar dat er normaal beelden moesten opgeprojecteerd werden. Toen wij er waren was dat ook nog niet werkend. Ik heb later gezien wel dat dat werkte. Dus dat was ook best wel een leuke attractie. Je had ook een soort van Desperado City waar je op een paardje zat, of op een kist, ik weet het niet juist. Zoals vroeger in Bobby Island, waar je moet schieten. Je had ook een film, jammer genoeg geen 4D-film. Mogelijk ga Plopsa dat dus aanpassen naar een 4D-film in plaats van een gewone film. Dus ja, ik denk dat dat de leukste attractie... Ah, nog één attractie die we zeker niet mogen vergeten, waren een soort van botsauto's waar je met een hendel kon draaien, spinnen en botsen. Die botsten vrij goed, dus ik hoop dat ze die attractie ook gaan behouden. Voilà, dat is even in een korte notendop. Zoals gezegd, er zijn eigenlijk heel weinig, buiten een paar affiches hier aan de deur, dat hier een Plopsa-park gaat komen. Dus er is nog niet heel veel veranderd. In principe zal het park de vergunningen krijgen om in januari van start te gaan. Ze gaan eerst starten met de glijbanen af te breken. Die komen dan hier achter ons te liggen. Die moeten opgehaald worden. Ineens dat die glijbanen afgebroken zijn, kan men echt wel beginnen met die nieuwe verdiepen of extra grote verdiepen aan te leggen om daar dan die attracties op te plaatsen. Voilà, bedankt alvast om te kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie er zeker iets aan gehad hebben. Wij gaan zo dadelijk nog door naar een ander interessant project hier in de buurt. Dus abonneer zeker op ons YouTube-kanaal om te kijken naar waar we zo dadelijk, of ik zo dadelijk, naartoe ga. Bedankt nogmaals, like zeker op onze Facebookpagina en dan zien we jullie binnenkort terug. Ciao!